Yo gasten, Gameboos hier, welkom bij een nieuwe Clash Royale video. Ik was eigenlijk niet van plan om hier chesten te gaan kopen. Ja, totdat Clash Royale weer een aanbieding dropte. Weet je, dat doet ze de laatste tijd zo vaak. Een jaar geleden had je bijna nooit aanbiedingen. En als het een aanbieding was, dan was het ook super speciaal. Tegenwoordig heb je eigenlijk elke week wel aanbiedingen. En nu heb je ook weer zieke aanbiedingen. Je hebt een legendarische kist met 100.000 coins, 1 legendarische token en 4 emojis. Die emojis maken me in principe niet eens heel veel uit. Alhoewel vind ik die dab emoji best wel grappig. Maar weet je, daarvoor koop ik deze aanbieding niet. Ik koop het vooral voor die legendarische rel token en die legendarische kist. Want dan krijg je gegarandeerd 2 legendarische kaarten. En ik wil eigenlijk mijn lock en houthakken binnenkort upgraden. Ik heb nog 3 houthakkers nodig en dan kan ik hem upgraden naar maximaal level. En nog 1 lock en dan kan ik die upgraden zeg maar naar het ene hoogste level, naar level 12. En dat is ook al super hoog. Dat is echt heel hoog voor een legendarische kaart. Dus we gaan nu gewoon lekker deze aanbieding kopen. En dan gaan we zien wat we verder kunnen doen. En dan hoop ik dat ik in ieder geval de lock of houthakken deze video kan upgraden. Houthakken gaat waarschijnlijk sowieso niet lukken. Maar lock, dat moet in principe lukken. Want dat kan ik natuurlijk doen met die rel token. Ik heb helaas momenteel geen rel tokens meer. Dus dat is wat minder. En ik ga hier... Oh, je geeft een lock, je krijgt een houthakken. Oké, fuck it. Ik ga het doen. Bevestigen. Nice. Oké, dan heb ik nu nog... hoeveel houthakkers heb ik nu dan nodig? Ik wist helemaal niet dat hij daar stond, joh. Dan heb ik nu nog 2 houthakkers nodig en 2 locks. Dus het is nu gelijk. En dat betekent dat ik deze video toch de houthakken kan upgraden. Oké, nice. Als ik nu met mazzel hier een houthakker uit krijg uit uw legendarische koningskist, kan ik nog een houthakker krijgen met die legendarische rel token. En dan kunnen we hem gewoon upgraden naar maximaal level. Dat zou zo ziek zijn als dat gaat lukken. Maar met de lock ben ik ook al tevreden als we die krijgen uit die kist. Even kijken trouwens of alles goed opneemt. Ja, alles neemt goed op. Dat wil ik even wel zeker weten voordat ik zo'n aanbieding ga kopen en openen. Want anders zou het heel fucked up zijn als het niet goed opgenomen wordt. Maar we beginnen gewoon met 4000 coins en dan natuurlijk heb ik die 100.000 coins er ook al bij gekregen. En we hebben momenteel 616.000 coins. Dat is ziekelijk veel. Wat gaan we verder doen? We gaan een zap krijgen. In ieder geval, daar kies ik voor. En dan gaan we weer mooi verder. Trouwens, ik was nog vergeten te zeggen, maar als jullie dit een leuk film vinden, laat natuurlijk allemaal dat duimpje omhoog achter. En als jullie vaker Clash Royale willen zien, smash ook dat duimpje omhoog. Weet je, als de support goed is, ga ik gewoon lekker weer meer Clash Royale uploaden. Ik doe het standaard al, denk ik, 3, 4, 5 filmpjes per week Clash Royale. Maar ik kan het misschien nog wel vaker doen door dat duimpje omhoog achter te laten. En natuurlijk ook even in de reacties te zeggen of je dit soort video's leuk vindt. Dat gewoon dikke chesten gaan openen. Maar wat zou ik doen? Gunstelingen of Tesla? Ik ga wel voor de voor de gunstelingen. Daar heb ik er net iets minder van. Weet je, van beide heb ik nu het maximaal aantal kaarten al. Maar dan kan ik wat meer de gunstelingen doneren. Dan doe ik het op die manier. Ik ga nu voor bliksem. Maakt in principe niet heel veel uit voor welke ik ging. Tornado of Bill? Tornado heb ik al best wel een hoog level. Die kan ik dan misschien ooit een keertje upgraden naar maximaal level. Alhoewel Bill ook wel een fijne kaart is. En als ik er nu voor ga, heb ik nog maar 20 keer de Bill nodig. Dus ik ga voor de Bill. Heb ik er nog 20 nodig en dan kan ik hem upgraden naar level 12. Dit maakt in principe niet heel veel uit. Ik ga voor de Goblin Hut, daar heb ik er net iets minder van. Maar ik gebruik ze allebei niet. Oven en Goblin Hut vind ik allebei niet chill. En dit is wel heel ziek. Ik kan voor de Prins gaan, maar die kan ik al bijna upgraden als ik wil. En dan ga ik dan toch liever voor de Heks. Want die heb ik momenteel het 1 hoogste level, level 12. En die, ja, een Heks vind ik zeg maar ook een van de chille kaarten. Weet je, Tovenaar Heks. Dan vind ik de Tovenaar misschien net iets chiller, maar de Heks is ook een hele fijne kaart. Dus als ik die misschien ooit een keer maximaal level weet te krijgen, ga ik die denk ik zeker gebruiken. Dus ik ga daarom nu voor de Heks. En dan is nu het moment aangebroken. Als ik nu een houthakker krijg, dan kan ik gewoon hem upgraden naar maximaal level. Weet je wat? Als ik een houthakker krijg, ga ik met de rel token een houthakker vragen. Als ik een lock krijg, ga ik met de rel token een lock vragen. Als ik geen van beide krijg, heb ik pech. Ik hoop een houthakker of lock. Eén van die twee, dan moet ik gewoon krijgen. Come on! Ah, shit! 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 Oh, dit is echt fantastisch. Nou ja, dan is de keuze trouwens nu wel makkelijk gemaakt. De Electro Wizard vind ik veel chiller dan de prinses. Dus dan ga ik daar nu voor. Maar ik had zo graag een houthakker of een lock gewild. Oh, dit is best wel een beetje zuur. Ik zou in principe in de clan kunnen vragen of iemand nog een legendarische rel token heeft. Ja, ik heb er nu dus 1. Maar daar heb ik dus niet zoveel aan. Want dan kan ik hem alsnog niet upgraden. Ik vraag wel even of iemand nog een rel token heeft. Iemand een rel token over, heb nog 1 houthakker nodig. Weet je wat, dan ga ik nu even een potje spelen. Dan zorg ik even dat ik die 2 kronen ga halen. En dan gaan we zo even kijken of er mensen hebben gereageerd. Hier, nee sorry, natuurlijk niet iedereen. En ik kan trouwens mijn set even veranderen hier. Welke gebruik ik niet zoveel? Ik vind deze, die gebruik ik niet zoveel. Ik doe die dev wel. Welke zou ik nog meer gebruiken van deze? Ik vind deze wel leuk. In ieder geval, deze zag er wel leuk uit.
voor welke zou ik dat dan doen? Voor die boze emoji. Die gebruik ik ook niet zoveel. Ja, dan zijn dit de twee emojis die ik in mijn deck verder ga stoppen. Dan gaan we nu even een potje spelen. Dan hoop ik dat ik die twee gouden kanalen, dat we in ieder geval die gouden kist kunnen openen. En dan ben ik benieuwd of ze me zo meteen iemand een reactie heeft achtergelaten in de clan. En dat ze toevallig een legendarische ruiltoken over hebben. Maar ja, ik ga er niet van uit. En anders hebben we nog even geduld nodig. Ik kan hier trouwens wel even een harde gunsteling neerzetten. Maar dit doet hij op zich wel prima. Ik hoop dat ik dan aan de rechterkant even terug kan komen. Oeh, oké. Okay. Mijn toren is daar kapot. Yes. Dan ga ik nu gewoon volop via deze kant. En dan hoop ik dat ik daar zijn toren ook neer weet te krijgen. Ik denk het wel. Ik denk wel dat ik daar zijn toren neer kan krijgen. Want ik kan me niet voorstellen dat hij dit nog fatsoenlijk kan verdedigen. En inderdaad is dat ook het geval. Dit is hartstikke mooi. En misschien dat ik ook nog mooi wat damage kan doen op zijn hoofdtoren. Zal ik de aanval nog groter maken? Ja, weet je wat? Ik zet gewoon een tovenaar achter. Misschien dat we gewoon meteen die 3 kronen kunnen halen. We hebben in ieder geval 1 kroon, dus ik hoef nog maar 1 kroon te hebben. En dan gaan we voor die kist. Maar dit begint op zich prima. Ik heb nu een lichte voorsprong. Dit is wel echt een ziek aanvallend potje. Gewoon meteen allebei niet nadenken. Gewoon meteen volop in de aanval. Ik laat die Valkyrie wel even zijn gang gaan. Dan kan die 1 of 2 hits doen. Nou ja, dikke prima. Weet je, ik kan nog vol HP op die toren. Die paar honderd HP, dat kan er op zich nog wel vanaf. Dan gaan we nu gewoon een mega zieke aanval opbouwen. Via de rechterkant. En oké, wat zal ik verder nog doen? Weet je wat, die Hulkrider ga ik ook verder niet verdedigen. Dan kan die weer wat damage doen. Maar ik heb natuurlijk 2 torens plus natuurlijk die reusskelet die daar kon verdedigen. Wat gaan we nu doen? Ik zal hier even harde gunstelingen neerzetten. En dan zet ik hier een houthakker neer. Om daar die Tesla te verdedigen. Hij heeft daar nu een zap ingezet, dus dat is op zich ook wel prima. Zal ik... Oh shit, dat is alleen fucked up. Kom op, reusskelet, halsentoren. Dat is het enige wat ik graag wil. En dat haalt hij volgens mij net niet. Oké, dan was dit toch niet heel slim gespeeld. Ik wou gewoon zo graag gewoon meteen bandvol op voor die 3 kronen gaan. En dat was uiteindelijk, achteraf bleek het niet al te slim. Ik zal hier even vleermuizen neerzetten. Om er nog iets meer te verdedigen. Ja, dit is een beetje zuur. Hij heeft nu al bijna mijn toren daar te pakken. Maar we gaan het nog 1 keer proberen. 1 mega zieke aanval. Ik heb nu eigenlijk ook geen andere keus meer. Via de andere kant kan ook. Maar ik weet niet of dat slim is. En misschien dat hij nu al mijn toren neer gaat halen. Dat betekent... Ja, hij gaat sowieso mijn toren nu neerhalen. Oké, dan ga ik nu gewoon via 2 kanten aanvallen. Ik zal mijn harde gunstelingen daar gaan splitsen. Dan zal ik hier een houthakker neerzetten. En dan zal ik hier vleermuizen neerzetten. Zet ik hier mijn goblinbende bij neer. Mijn tovenaar is helaas nu dood. Dus dat is een beetje fucked up. Dan kan ik er nog alsnog eentje neerzetten. Die wordt nu ook geboost. En die is nu ook op storen. Oh shit. Ik doe wel veel damage. Dat is wel een goed teken. 1600 HP heeft hij nog. Ik ga eigenlijk veel te veel op de aanval. Dit is zo niet slim van mij. Nou, fuck it. Ik doe het gewoon. Ik heb schijt. We gaan gewoon kijken als ik dit alsnog gewoon weet te winnen met 3 kronen. Laatste aanval. Laatste kleine bekans. Ik denk het niet. Ik kan nog een vuurbal er neerzetten. Trouwens, als dit potje ietsjes langer had geduurd. Of trouwens, kan het nog... Nee! Oh, dit was zo close. Oh, nee. Als dit potje 1 seconde langer had geduurd, had ik dit gewoon nog gewonnen met 3 kronen. Oh, dit scheelde echt helemaal niks. Wat is dit zuur, zeg. Dat is echt fucked up. Krijg token bijna nooit. Ja, is ook logisch. Nou ja, we gaan nog een potje doen. Ik zorg in ieder geval dat ik die 10 kronen haal. Als er dan nog steeds niet niemand heeft gereageerd, dan zien jullie binnenkort wel een keer een video verschijnen. Als er dan een houthakker of lock in de store te koop is, koop ik die. En dan kan ik die rel token inruilen. En dan kunnen we vervolgens die kaart upgraden. Of het wordt dus een lock is, of het wordt een houthakker. Maar dat zien we vanzelf verschijnen. Ik moet trouwens wel een beetje blijven opletten. Ik zal even een lock neerzetten. Yes, dat was dikke prima. Dit is alleen iets minder. Dit verdedigt hij wel goed. Ik kan ietsjes damage doen met die vleermuizen. Maar hij heeft ook iets damage kunnen doen op mijn toren. Dus in principe gaat het redelijk gelijk op. Ik moet in ieder geval zorgen dat ik even 1 toren neerhaal. Daar gaat het om. Liefst ook even winnen. En niet zo volop in de aanval als net. Ik wou net gewoon winnen per se met 3 kronen. Beetje jammer dat dat toen uiteindelijk net niet is gelukt. Maar dat ga ik nu niet doen. Ik ga nu gewoon iets meer op de verdediging. Kijk, nu kan die Hogrider maar 1 hit doen. En dat is op zich wel prima. Dan kan ik nu mooi counteren. In ieder geval, dat is het idee. Maar dat gaat op deze manier niet gebeuren. Ik zal hier wel even Goblin Bender neerzetten. En dan hoop ik dat dit voldoende is voor die musketier. Ja, nou, ik kan zo meteen een Lock erbij neerzetten. Mocht hij nog een Hogrider erbij neerzetten, nee, hij is niet nodig. Volgens mij kan ik geen 1 hit doen op mijn toren. Of toch wel, oh shit. Dat had ik een beetje onderschat, kon hij toch 1 hit doen. Is in principe nog steeds niet heel erg. Kan ik nog mee leven. We gaan opnieuw een aanval opbouwen. Oh, dit komt trouwens wel goed. Ik dacht even, shit. Ik kan die Goblin Ton nu niet goed verdedigen. Maar ik had gelukkig gewoon een lock in de aanslag. Ik zal hier even een houthakker bij neerzetten.
Dan kan die één hit doen, denk ik. Ja, inderdaad. Wat zou ik doen? Zou ik wachten op mijn harde gunstelingen of mijn vleermuizen nu al inzetten? Ik zet nu mijn harde gunstelingen neer. Was dat de juiste keuze? Geen idee. Misschien had ik beter wel eerder mijn vleermuizen neer kunnen zetten. Die reuskelet had net iets storen. Maar mijn harde gunstelingen wel. Oké, misschien was het toch wel de juiste keuze. Dan kon het uiteindelijk heel lastig verdedigen door het middel van alleen een vuurbal. Ik heb best wel wat damage kunnen doen en nu op zich weer. Dit ziet er goed uit. Ik zou hier even vleermuizen neerzetten om die goblin ton te verdedigen. En dan zet ik hier mijn reuskelet weer voor neer. En dan zo meteen tovenaar erachter. En dan heb ik denk ik al bijna zijn toren te pakken. Hier zou ik trouwens even zo'n vuurbal doen. Dan is die bul in ieder geval zo goed als dood. Dit is alleen een beetje jammer. Ik denk dat hij zo meteen Hawk Rider neerzet. Doet hij inderdaad. Even hier een stam neerzetten. En kom op, die Hawk Rider moet dood. Yes, dat gebeurt ook. Heeft hij een klein beetje damage kunnen doen. Ik moet twee keer een vuurbal op zijn toren neerpompen. En dan heb ik zijn toren te pakken. Dus ik doe nu alvast één vuurbal. Is die mini pack ook meteen dood. En ah shit, ik kan net niet meer damage doen. Hier even harde gunstelingen. Hij zet sowieso een Hawk Rider erbij neer. Zo hier even een stam neerzetten. Die zet hij om zijn toren. Dat heb ik goed verdedigd. Dus dat is hartstikke mooi. Hij zet geen Hawk Rider in. Had ik eigenlijk al wel verwacht. Dan is het gewoon een kwestie van nu goed verdedigen. Oh, dat is niet eens nodig. Ik heb zijn toren en dan hebben we dit potje gewoon gewonnen. En dan heb ik in ieder geval die kronenkist die we kunnen openen. En dan gaan we er nu ook achter komen of een klergenoot nu die legendarische kaart kan ruilen. En we krijgen gewoon een magische kist. Oké, lol. Zo, kan ik hem meteen openen? Ja, ik kan hem meteen openen met edelstenen. Zou ik dat doen? Ik weet niet, maar misschien is het ook leuk om dat dan weer te bewaren voor een eventuele volgende chestopening. In principe wordt dit dan wel ongeveer een chestopening als ik die magische kist ook nog ga openen. Nice Joran. Oké, hij is aan het kijken bij mijn potje. Vandaar dat hij nice zegt. Wat ga ik doen? Weet je wat, fuck it. Ik ga die magische kist gewoon nu openen. Dan krijgen we misschien daar nog een legendarische kaart uit. Dan wordt de kans misschien toch nog net iets groter op een houthakker of een lord. Weet je, al die gewone kaarten skip ik even snel. Die zeldzame ook. Ik wil gewoon weten of we legendarische krijgen. Die krijgen we niet. Ah shit, we krijgen wel de goblin reus. Dus op zich wel chill, daar heb ik er namelijk nog niet heel veel van. En de kanon elkaar. Al wel nice dat we aan het eind toch nog even een leuke kist krijgen. Heb ik deze opdracht ook weer voltooid. Krijgen we nog 10 keer genezen. Maar jammer dat we nu geen houthakker of lock hebben gekregen. Maar wel een zieke video en zieke aanbieding. Dat sowieso. Maar jullie zien binnenkort wel een keer een video verschijnen. Dat ik dus de houthakker of lock kan upgraden. Dat komt vanzelf wel. Dus ik hoop dat jullie daarna uitkijken. Ik kijk er in ieder geval wel naar uit. Ik wil echt een keer een maximaal level legendarische kaart hebben. Maar dan bedankt voor jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En natuurlijk tot slot. Zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!